Kijk, een taartje met with love erop. Er is nooit genoeg liefde in de wereld, toch? Zo is het. Maar deze liefde moet gekoeld blijven en gebakken worden in een oven. Ook bakkerij Wammes in de Utrechtse binnenstad heeft last van de alsmaar stijgende prijzen. Kijk, alleen al qua energiekosten is het bij ons al dubbel. En dat is dan eigenlijk nog dat we mazzel hadden dat we scherp waren, want anders waren ze al driedubbel geweest. Wammes heeft de energierekening net op tijd vastgezet. Maar er zijn heel wat ondernemers die dat niet is gelukt. Ik hoor verhalen van mensen die betaalden 3000 euro per maand en nu 27.000 euro extra, dus 30. Ja, hoeveel maanden kun je dat volhouden? Zal ik het allemaal even in een tasje doen voor u? Dit Cipollata taartje, de trots van de bakkerij, is dus ook duurder geworden. Net als de andere gebakjes en het brood. Ik blijf wel bij de bakker komen, maar het wordt wel moeilijker. Hoe moet dat straks met al die ondernemers die de rekening niet meer kunnen betalen? De schatting is dat de helft van de 1600 ambachtelijke bakkers in Nederland ermee zal moeten stoppen. De oplossing is wat ons betreft dat de overheid een plafond instelt voor de prijzen. Dat kan in Europa, een Europees plafond. Dus dat de prijzen vastgesteld worden. En daarnaast is ongeveer 45-48% van de rekening, dat gaat op aan belastingen, aan heffingen. Nou ja, die gaan de staatskassen in, dus daar kan de overheid onmiddellijk aan de knoppen draaien. En daarboven, dat is mijn moeder. Bakkerij Wammes bestaat al zo'n 80 jaar. Het is een echt familiebedrijf. De Cipollata taarten worden al 55 jaar door vader Wammes gebakken. Met heel veel liefde. Ik hoef het niet meer te doen, laten we het zo zeggen, maar... Het is gewoon leuk, ik zie me niet thuis zitten. Nee, met geen mogelijkheid. Dit familiebedrijf heeft al voor meer uitdagingen gestaan. Maar ze moeten op elk moment scherp blijven. En als het nou uiteindelijk over 3 jaar blijkt van dat het allemaal niet meer haalbaar is om ambachtelijk werk te doen. En je zou moeten stoppen. Kan ik tenminste wel zeggen dat ik er alles aan heb gedaan en heb geprobeerd. Maar ik ga er niet vanuit. Maar ja, het zijn gekke tijden, dus ja.